Welkom dames en heren bij de Horror Week. We hebben weer een Minecraft map voor jullie in de aanbieding. Een horror Minecraft map. En de eerste die we gaan spelen, de eerste die we spelen is Pandemonium. Pandemonium. Ja, moet goed zeggen natuurlijk. Okay, people, let's go to work. Dit is een single player map. Je kan alleen je kan niet spelen met een vriend. Omdat ze alles zullen verklappen en alles zullen schadelijk maken. We gaan even kijken. We moeten een aantal regels volgen natuurlijk in de map. Dat is logisch. We moeten altijd een regel volgen. Sowieso hebben we de resource pack gedownload. We mogen geen blokken breken. We moeten hem op difficulty normaal zetten. Heb ik gedaan. Mobs moeten spannen. Muziek moet uit. Dus dat is belangrijk. De muziek gaat er helemaal uit. We gaan beginnen met Pandemonium. Ik hoor een hondje. Waar ben ik, zeg ik? Ik heb een boek, een lever en een chain boots. We gaan die gelijk aandoen aan mijn poppetje. Ik heb een lever en ik denk dat ik die voor deze deur moet proberen. Ik ga hem erboven plaatsen. Huppakee, alsjeblieft. Ik zit in een hele lange gang. En wat is dit allemaal? Het is ook allemaal sloom, dus zie je het? Alles is sloom, ik speel heel sloom. Ik beweeg heel sloom. Ik weet niet zo goed wat het is. Maar het lijkt net op een gevangenis. Wat hebben we hier? Een kist met nog een lever. Holy crap. Moeten we nou serieus die lever gebruiken voor deze deur? Nou, dat was waarschijnlijk niet de bedoeling dat ik die lever moest pakken. Excuse moi. Dit ziet er goed uit. Het is een mooie ruimte geworden. Alsof er een explosie is ontploft hier. En allemaal deuren, kan ik eens door zo'n deur heen kijken. En ik zie niet veel. Heel donker binnen. We lopen gewoon de gang uit. En we wachten natuurlijk wel op een jumpscare. Aan het eind van deze gang. Er staat ook wel een deur open hier. En een kist. Meer kisten zelfs. Ik ga beginnen met de kist achterin. Daar zit niks in. Deze kist zit een veer in. En suiker. En hier zit gold nugget in. En klei. Ik neem het maar gewoon allemaal mee. Je weet maar nooit waar het voor kan dienen. En ik zie hier nog een kist staan in het donker. Helemaal niks te doen. En daar nog een kist. Nee, we hebben niet echt veel dingen. We hebben meer... Die gold nugget zou misschien nog wel ergens voor kunnen gebruiken ofzo. En klei weet ik al helemaal niet waarvoor. Het is een hele creepy gang. Ik loop... door deze deur. Want het is de enige mogelijkheid om verder te komen. We zitten gelukkig nog niet echt in dolf. Dat je niet weet waar je naartoe moet. Ik hoor iets... Wat hoorde ik? Ik hoorde echt een mob, hoorde ik. Een villager, hoor je het? Waar zit hij? Hallo, villager? Waar? Oh! Oh, daar komt hij! Deur dicht! Zo. Oh, dat was op het nippertje. Een appel zit erin. De appel houden we voor de dorst. En een stuk gekookt pork chop. Misschien hebben we het nodig. Een visje zit erin. Ik neem het gewoon maar mee. En hier zit een appel in. Ik hoor ook iemand de hele tijd... Ja, zo'n villager hoor ik. Een back potato. Er zit echt allemaal eten in. Nee, die laat ik zitten. De spider eye. Dat monster is hoop ik weg. Waar zat dat monster? Kwam hier vandaan, hè? Zit hier wat? Hier wat vinden? Nee, helemaal niks. Het is gewoon een onnozele kamer, dit. Krijgen hier een deur? Ik weet niet waar die geluiden vandaan komen hoor. Alsof er boven iemand zit of iets. Misschien wel een village dorp of zo. Ik zie wel een kist. Ik ga hem openen. Wow. Een zwaard. Is het een zwaard? Nee, scharen zijn het. En een stone hoe. Ik denk dat ik het gewoon maar meeneem. Ik pak die stone hoe wil ik. Ja, die wil ik hebben. Voor het geval dat iets gaat gebeuren, dan heb ik in ieder geval wel een wapen. Zo. Kijk, daar kan ik mee rammen. Dames en heren toilet. Ik kan er even in gluren. Hij is gewoon opgesloten. En de vrouwen toilet. Daar kunnen we wel heen. Ik hoor iets. Ik hou mijn zeis in bedwang. Oh, een monster. Blijft hij daar staan?
Er gebeurt niks. Er stond een dame hier in de wc, excuus. Of is het een herentoilet? Ik weet het nou ook niet meer. De enige mogelijkheid waar we heen kunnen is hier. Gelukkig gebeurt er nog niet heel veel schokkende dingen. Maar het kan altijd gebeuren dat er iets gebeurt. Een hele steile trap. We komen aan bij een benedenverdieping. Wat kunnen we hier vinden? Ik zie helemaal niks. Er is iets ontploft hier. Of er is iets ingestort of zo. Op meer plaatsen in de map. Wat krijgen we hier? Exit. Nou, dit was een hele kleine map. Gelukkig is de exit daar. Wat kunnen we hier ook in? Even kijken, wat vinden we in de kist? Een stok en... Potion of Healing. Kom altijd van pas. Die Potion of Healing doe ik ook gewoon hier zo in mijn inventory. Suiker hoef ik op zich niet te gebruiken. Maar we zijn toch klaar met de map waarschijnlijk. Exit. Ik moet een sleutel vinden of zoiets. En waarom hoorde ik iets open gaan? Was die deur eerder open, deze? En wat is dit? Dit is toch niet zo'n code, hè? Dat je niet weet wat je omver moet halen, weet je wel? Ik ga er maar niet te veel aan kloten dan. Zo'n level kan ik ook slopen en dan kan ik voor die deur gebruiken daar. Maar dat is niet eerlijk. We moeten wel gewoon het stappenplan volgen van de game. Ik pak mijn hoofd, want ik vertrouw het hier niet. Hallo? Dit is echt zo stil en creepy. Ik hoor ook een villager. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Of het een fout is in de game. Of dat het de bedoeling is dat ik die geluiden maak. Oh, maar hier ben ik helemaal niet blij om. Nee, dit vind ik dan weer wat minder. Oh shit. Ik ben naar beneden gestort. Het lijkt net op een riool of iets. Ik hoor iets. Ik ben niet weg. Dit is standaard Minecraft geluidjes, maar die zijn gewoon creepy op dit soort momenten. Een ladder. Ik ga erop. Ik hoor ook weer iets van een zombie. En die vertrouw ik niet. Als ik dat geluid hoor, weet ik dat er iets in de buurt zit. Ja, ik hoor het. Zombie! Het is een watermonster. Komt hij naar me toe? Ik vermoord hem gewoon. Ik vermoord hem. Daar komt hij, komt hij. Kan ik hem doden? Of is het zoiets in de game dat je niet kan doden? Het is iets wat je niet kan doden, hè? Komen ze in het water? Nee, ze komen niet in het water. Weg! Ze komen in het water! Ze komen in het water! Ik ga naar boven, ik ga naar boven! Wacht! Kan die de ladder op? Nee! Oké. Okay. We zitten buiten ergens. Ik zit buiten en het voelt niet fijn. Aangezien ik monsters niet kan doden. En dat maakt het creepy. Dat maakt het niet fijn in ieder geval. Rustig mensen thuis, achter de buis. Gewoon rustig zijn. Het komt allemaal goed. Ik zit in een bos. En ik weet niet of we hierheen moeten. Het is wel een klein openingetje. En hier ook een openingetje. Alsof het een world edit idee is. Maar ik volg gewoon het hele pad af. Oh, en het wordt gelijk een stuk lichter. Hè? En dat is fijn. Heb ik een beetje gecheat? Een klein beetje gecheat misschien. Oh, Vince. Maar we zijn in ieder geval wel verder gekomen. Bij deze deur. En ik doe de deur het liefst achter me dicht. Dan kan er ook niks uit het oerwoud komen naar mij toe. Wat is dit? Is dit... Oh shit. Wat is dit? Is dit... Ik hoorde echt een deur... Oh shit. What the hell is happening? Ik weet niet wat er gebeurt. Ik weet niet wat ik moet doen. Het is gewoon... Am I going crazy? Nou, dit klopt. Dit is gewoon een vierkant, zeg maar. Toch? Nee. Oh shit. Oh, nou, dit was hem. More maps coming out. Dit was heel apart. Bedankt voor het kijken naar de video. En geef gewoon een groen duimpje als je dit een leuke map vond. En we gaan natuurlijk ook deel 2 spelen deze week. Dus hou het kanaal in de gaten voor nog zo'n horror Minecraft map. Doei doeg!